Vandaag refried beans met chorizo en ei. Ik vind het zelf echt een heel lekker gerecht, dus ik heb heel veel zin om dit te gaan maken. Boodschappen heb ik al in huis gehaald en ik kook vandaag voor 4 personen. Je hebt nodig pittige chorizo, uien, kidneybonen, wat tomaten, natuurlijk eieren en wat Turks brood. En deze boodschappen kun je terugvinden op de site en op de app. Daar kun je ook terugvinden wat we de rest van de week gaan koken, mocht je mee willen doen. We beginnen met het snipperen van 2 uien, want we gaan nu lekker koken. En als je met me mee wil koken, heb je misschien geen tv in de keuken. Ja, heb ik thuis ook niet. Zet je telefoon neer, zet je tablet neer, zet je laptop neer, kan ook nog. En dan kan ik je namelijk precies uitleggen hoe je dit heerlijke gerecht maakt. De uitjes. Het zijn er 2 vandaag. En die ga ik snipperen, omdat het de basis is van bijna elk gerecht. En dus ook weer vandaag. En ik heb hier 2 witte uien, maar mocht je rode uien in huis hebben of shallotjes, kan dat natuurlijk ook. Wat ik soms zelf ook wel eens doe, is bijvoorbeeld de bosui die ik nog heb liggen van de salade van eerder de week. Die kun je natuurlijk ook altijd heel goed meebakken. Misschien een stukje prei, ook altijd handig. Maar een ui heb je vaak wel gewoon in huis. Die zijn natuurlijk ook lekker lang houdbaar. Het velletje of het schilletje eraf. Misschien springen bij jou nu thuis de tranen al in je ogen. Dat heb je natuurlijk vaker als je uien snijdt. Ik heb een klein voordeeltje. Nou ja, een klein voordeeltje. Ik ben ook half blind. Maar ik heb lenzen in. En door die lenzen komt dat uienvocht eigenlijk niet in mijn ogen terecht. Waardoor ik niet zo last heb van tranenogen als ik uien moet snijden. Dus dat is eigenlijk heel prettig. Maar ik heb wel eens gelezen. En ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar misschien kun je het thuis doen. Als je het naast een stromende kraan doet, dat het dan minder is. Dus als je er erg veel last van hebt of je moet echt heel veel uien snijden voor bijvoorbeeld de uiensoep, probeer dat eens een keer. Wie weet helpt het. Uien snipper ik in kleine snippertjes. En de stukken die nog wat groter zijn gebleven, kun je heel makkelijk fijn hakken door even met je mes er doorheen te gaan. En wat ik ook even wil laten zien een keertje, want ik heb zelf ook al vaak genoeg in mijn vingers gesneden. Hou je vingers altijd naar binnen als je snijdt. Dus je maakt eigenlijk een soort muurtje van je vingers. Want wat ik veel mensen zie doen, en zo heb ik het ook heel vaak gedaan, geloof me, is mijn vingers strekken. En ja, zo snij je natuurlijk heel makkelijk in je vingers. Maar door je vingers te krommen, te bollen, snij je er eigenlijk altijd langs en kan het bijna niet misgaan. En helemaal als je met die mooie scherpe messen werkt, dan is het toch wel veilig om dat zo te doen. Deze zijn gesnipperd. Even een paar keer het mes er doorheen. En dan gaan de uien vast in de pan. Gewoon op heel zacht vuur. Klein beetje olie erin. Maar verwarm die pan alvast voor. Dat scheelt gewoon straks weer een hoop tijd. Doe ik er 2 eetlepels olijfolie in. Even de pan een beetje ronddraaien. En dan gaan de uien vast in de pan. En dat hoeft helemaal niet als de olie warm is. Dat kan al eerder. Want je gaat vanzelf op een gegeven moment wel horen wanneer ze gaan bakken en wanneer de pan dus heet is. Dan gooi ze er vast in. Dan hebben ze lekker de tijd om langzaam te fruiten. Even een beetje ronddraaien. Een beetje roeren in die pan. En ik heb hem inderdaad op een laag vuurtje staan. Dan weet je zeker dat het zo meteen niet gaat aanbranden. Dan de chorizo. En de chorizo is vandaag echt het geheim van dit heerlijke gerecht. Ik heb hier een hele chorizo.
En dat vind ik leuk omdat ik hem zelf in plakjes wil snijden. Je zou natuurlijk chorizo van de vleeswarenafdeling kunnen gebruiken. Maar ik vind het lekker als hij ietsjes dikker is. Hier zit alleen natuurlijk wel een heel velletje omheen. En dat moet je er even afhalen. En dat kun je vaak heel makkelijk doen. Snijd gewoon de bovenkant eraf. Dan snij je hem in. En dan trek je het velletje er zo vanaf. Ik ga hier de helft van gebruiken, maar ik snij wel alvast mooie schuine plakken. Dat vind ik er altijd mooi uitzien in zo'n pan. Nou, dit is ongeveer de helft. De rest kun je bewaren voor een volgend gerecht. Hij is echt hartstikke lang houdbaar. En naast dat hij lang houdbaar is, is hij ook heel erg lekker bij de borrel. Dus komt vast wel een keertje op. Deze kan weer terug in de koeling. En bij mij zijn de uien al aan het fruiten. Want ik hoor ze en ik ruik ze. Ik hoop jij ook. Laat die ui gewoon lekker zijn werk doen. Die heeft nog wel eventjes nodig. En ondertussen ga ik verder met de tomaten. En ik heb hier hele mooie trostomaten. Ik ben zelf dol op trostomaten. Trostomaten zijn namelijk altijd heel erg zoet van smaak. En dat komt natuurlijk ook omdat ze aan de tak rijpen. En die tak die zit er nog steeds aan. En daardoor rijpen ze nog even door terwijl ze in de verpakking zitten. Dus het is altijd een hele smaakvolle, zoete tomaat. Maar ik wil even iets laten zien, namelijk hoe je tomaten ontvelt. Nou heb ik hier water in een waterkoker. Die zet ik even aan. En ik heb hier ook een grote pan. En de pan zet ik even op het vuur. Nou, terwijl het water kookt, pak ik ook vast een kom met ijsklontjes. En die liggen in de vriezer. Dan heb ik hier natuurlijk al ijsklontjes in een kom gedaan. Maar ik snap ook dat je er thuis nog even tijd voor nodig hebt. Dus doe rustig aan. Druk ze gewoon rustig uit het bakje. En die neem ik even mee die kant op naar de pan. Die gaan zo meteen gaan ze koken en dan in het ijswater. En de tomaten die snij ik kruislinks in. Dat doe ik met zo'n klein mesje. Haal ze even van het takje af. En wat je doet is met een scherp mesje een klein kruisje onderin zetten. Dan zul je zo meteen zien waarom ik dat doe. Doe dat even bij alle tomaten. Nou, dat is mooi getimed, want bij mij kookt het water inmiddels. Dat giet ik dan even in deze grote pan. En het idee is eigenlijk als volgt. Mijn uien gaan hard, ik ruik ze. En ik zie ook dat ze ietsjes bruin zijn geworden, is op zich niet heel erg. Maar haal hem even van het vuur af, hè, als het bij jou is gebeurd. Dat doe ik ook. Het water kookt. En dan pak ik dus de tomaten. En de tomaten leg ik in hun geheel in het kokende water. En doordat het water kookt, gaat dat velletje eigenlijk loslaten van de tomaat. Je zult op een gegeven moment zien dat de plek waar je kruislings hebt ingesneden los gaat laten. En dan kun je ze laten schrikken in een bak met ijswater. Dus in die ijsklontjes gaat nog wat water. Ik pak ook eventjes een schuimspaan erbij. Ja, ze hebben gewoon eventjes nodig. Hoe rijper de tomaat, hoe makkelijker het er vanaf gaat. Soms hebben ze eventjes iets langer nodig. Kijk, bij deze zie je, die waar ik nu mijn schuimspaan onder heb, dat het velletje los aan het komen is. En dan doe je hem in het bakje met ijswater. En dan zie je, kijk eens eventjes, het velletje is al mooi losgekomen. En dan kun je hier gewoon heel makkelijk het velletje lostrekken. En zo ontvel je dus tomaten.
altijd handig om te doen voor de soep, voor de pastasaus. In dit geval voor de refried beans. Nou, en dan ga je dat natuurlijk herhalen met de rest van de tomaten. Die zijn allemaal inmiddels, kijk eens eventjes, het velletje is mooi losgekomen. Huppatee, in het koude water. Arme tomaatjes, schrik niet te veel. Het is ook wel echt net een sauna. Dan moet je ook altijd in een bak met ijswater. Dat haat ik zelf altijd. Maar ja, als je het niet doet, krijg je hoofdpijn. Dus als ik dan een keer naar de sauna ga, dan zet ik mezelf ertoe, hoe ingewikkeld ik het ook vind. Maar ja, het moet wel. Kijk, en dan kan ik heel mooi die velletjes loshalen. Het is eigenlijk ontzettend makkelijk. Je bent er ook zo klaar mee. Het enige wat je nodig hebt is kokend water en ijsklontjes. Nou, dat hebben de meeste mensen wel in huis. Nou, die zijn lekker ontvuild. Snij ik de tomaten nog even in partjes. Wat ik zelf altijd wel lekker vind is om het kroontje eruit te snijden. Dat is gewoon taai. Dat is niet lekker. Die kun je er het beste uithalen. Nou, we maken er een soort blokjes van vandaag. Ook leuk. Terwijl ik nog even doorga met het snijden van de tomaten, kijk even mee naar dit filmpje over chorizo. Want we hebben een hele leuke worstenmakerij gevonden die van alles weet over deze heerlijke Spaanse worst. Chorizo is een van oorsprong Spaanse worst met een kruidige typerende rode kleur en een heerlijke smaak. Chorizo, een prachtige Spaanse worst met een ongelooflijk mooie, grove, stevige structuur. De chorizo wordt altijd van varkensvlees gemaakt met specerijen als komijn, knoflook en oregano. En onmisbaar is paprika poeder, dat de worst zijn kenmerkende rode kleur geeft. Die paprika is niet alleen onmisbaar voor de kleur, maar het zit ook vol met etherische oliën. Die dragen bij aan een veel langere houdbaarheid van de chorizo en veel langer ook dan andere vleeswaren. De ene chorizo is de andere niet. In Spanje zijn tientallen verschillende soorten. Je hebt zoveel soorten chorizo. Vers, gerookt, droog en om te bakken. Van alles wat. Het ligt er echt aan welk gebied je zit. Je hebt ook varianten die wat fijner zijn, zoals een salami. En ook varianten die wat minder vet zijn. Een van de bekendere soorten in Nederland is de chorizo Pamplona. Die wordt gegeten als broodbeleg. Keus genoeg, dat is duidelijk. En de chorizo is veel meer dan een borrelworstje alleen. Hoe eet de slager zelf het liefste chorizo? Ik zelf vind de chorizo, de verse variant, het lekkerste. Die snijd ik meestal in blokjes, die bak ik op. Op een gegeven moment als de etherische olie eruit lopen en heb ik daarnaast een heerlijke risotto bereid. En dan doe ik die olie en die chorizo zo lekker door die risotto heen. Geweldig. Leuk toch om te weten over die worst. Ik heb hem altijd in huis. Het is echt een van mijn favorieten. Plank heb ik even schoongemaakt, want die gaan we straks nog gebruiken. En ik heb de tomatenpartjes in een bakje gedaan. Die gaat straks in de pan. Maar eerst even alles klaarzetten. En dan heb ik hier nog de kidneybonen. En die kidneybonen die zijn natuurlijk heel erg lekker voedzaam en vezelrijk. En er zit wel altijd eventjes zo'n vochtgoedje omheen. En dat moet je altijd even afgieten. En is het nou een keer zo dat jij bonensoep maakt, dan kun je het wel echt met vocht en al in de soep gooien. Want het is niks meer dan eigenlijk water met de eiwitten die uit de bonen komen. Vandaar dat het ook een beetje wat dikker is geworden. En dan spoel ik ze af onder de koude kraan. En dan zie je eigenlijk dat ze meteen een beetje gaan schuimen. En dat komt dus door die eiwitten die in dat vocht zijn getrokken. En wat je misschien ook niet weet, in die bonen zit ook een stofje, dat heet saponine. Nou, misschien heb je wel eens van het Franse woord savon gehoord, dat betekent zeep. Ook in het Italiaans trouwens, sapone is zeep. En dat is dus een stofje wat een beetje dat zeepige structuurtje geeft. Maar het is helemaal niet ongezond, kun je gewoon eten. Alleen in dit geval wil ik dat ze lekker afgespoeld zijn, dus dat doe ik ook. Dan pak ik even een kommetje erbij om niet de hele keuken nat te maken. Dan laat ik ze even goed uitlekken.
Dan gaan ze in de kom. Want dan staat alles klaar om verder te gaan. En de uien had ik natuurlijk van het vuur afgehaald, want die gingen toch wat harder dan ik had gewild. Dus het vuur kan daar weer onder. Dus laat de pan weer eventjes lekker warm worden. En ik vind zelf dat er iets te weinig olijfolie in de pan zit, dus ik voeg er nog een klein beetje aan toe. Weer even een eetlepel extra. Omdat ik de chorizo wil gaan bakken. En de manier om dat te doen is door de ui eigenlijk een beetje aan de kant te schuiven. Ik wil wel even de hele bodem van de pan gebruiken. En daar leg ik dan de chorizo, de plakken, gewoon zo erin. En dan zal je zien, er komt er zo meteen een heerlijke kruidenolie uit. Gemaakt met de specerijen die in de chorizo zitten. Er zit de knoflook in, heerlijk allemaal. En die olie, die rode olie die eruit gaat komen, die gaat zo meteen heel erg veel smaak aan ons gerecht geven. Pak even een tangetje erbij, dan is het wat makkelijker omkeren. En je hoort hem al sissen, daar gaat hij, onze chorizo. En bij mij komt er nu al van die rode substantie uit. En dat is de smaakmaker van het gerecht. Ik vertelde al eerder dat je dit ook heel goed als ontbijt kunt eten. En dit is ook wat wij doen in het weekend. Ik hou namelijk nogal van stevig ontbijten. Ontbijt is niet de favoriete maaltijd van de dag bij mij. Een bakje yoghurt met fruit, ja, ik weet het is goed voor je, maar ik word er niet heel gelukkig van. Dus als ik een keer tijd heb, probeer ik toch dit soort ontbijtgerechten te maken. Omdat het gewoon echt je dag heel erg vrolijk begint. En het is ook lekker stevig, dus je kunt er echt heel lang op teren. Je hebt eigenlijk geen lunch meer nodig daarna. En het is gewoon zo lekker smaakvol. En ik moet zeggen, smaakvol ontbijt, dat is wel iets wat mij heel blij maakt. Nou, keer de worstjes om. En je ziet het, hij wordt langzaam een beetje bruin. Hij wordt ietsjes knapperig. En dan kunnen nu de tomaten erbij. Je hoort het meteen sissen. Nou, nu mag je gaan roeren. En de hele bak met kidneybonen kan er ook in. En nu is het zaak om dit even heel goed warm te laten worden. Want zometeen gaan we er kuiltjes in maken. En in die kuiltjes gaan we het ei gieten. En die laten we dan lekker stollen. Eerst even goed warm maken. En wat je toe kunt voegen is wel een klein beetje peper. Ik zou oppassen met zout, omdat die chorizo natuurlijk al heel zout is. Dus een klein beetje en dan straks even proeven. Maar flink wat peper. Vandaag doen we lekker een beetje pit. Ja, Mexicaans eten, dat is pit, hè. Dat is niet voor mietjes. Even kijken hoe zout die al is. Dus proef even met me mee thuis. Klein beetje zout kan die wel hebben. Nou, zet het vuur maar eventjes wat hoger. Doe even met me mee. Want het moet natuurlijk echt even goed heet worden, zodat het echt goed gaat stollen zo meteen, dat ei. Dan pak eventjes samen met mij een juslepel erbij. Doen we deze. Dan kunnen we daar zo meteen namelijk kuiltjes mee maken. En als die dan goed heet is, pak je de juslepel erbij. En met die juslepel maak je een soort gat in de bonenstoof. En dat zijn er in dit geval 4, want we eten voor 4 personen vandaag. Of we koken voor 4 personen. Dus ik heb 4 gaten nodig. En verdeel die eventjes een beetje netjes over de pan, hè. Pak dan de eieren erbij. En we gebruiken er 4 vandaag. En wat eventjes verstandig is, is om er iets bij te pakken om de schillen in te doen. Hoppa, zo. En tik je gewoon het eitje op de rand van de pan. En dan met heel veel beleid voorzichtig
in het kuiltje gieten. En door de hitte van deze bonenstoof en straks de deksel die ik erop ga leggen, gaat dat ei dus stollen. En heb je straks dus lekker een wit eitje wat aan de buitenkant gestold is, maar aan de binnenkant heerlijk geel en lopend is nog. Want dat is natuurlijk zo lekker. Daar gaan we dan lekker brood in dippen. Dus wat ik al zei, avondeten, maar zeker niet minder geschikt voor ontbijt. Hartstikke lekker. En leg de deksel op de pan. En terwijl de eitjes stollen, kijk even mee. Want dit is natuurlijk een beetje een soort van Mexicaans gerecht. Maar er zijn nog veel meer dingen te vertellen over de Mexicaanse keuken. Ik ben zelf dol op de Mexicaanse keuken. Kom even met mij mee, want dan laat ik je zien hoe je met een paar kleine aanvullingen je voorraadkast echt een stuk Mexicaanser kunt krijgen. Ik begin bij de chili. Die is natuurlijk lekker pittig en scherp. En die Mexicaanse gerechten, die hebben natuurlijk flink wat vuur. Dat hebben de Mexicanen ook. Dus die moet je sowieso hebben. Dan, nou dat is misschien een beetje gekkig, maar ik heb hier de kaneel. En kaneel, die ken je natuurlijk wel. Dat geeft een beetje een soort zoete tint aan je gerecht. Maar ook in de Mexicaanse keuken geeft dat een bepaalde diepgang. Dus die zou ik sowieso ook erbij houden. Deze, de komijnzaad. Dit is natuurlijk de gemalen komijnzaad. En komijnzaad, dat smaakt lekkerder dan dat het ruikt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar je kunt een soort nootachtige smaak aan je gerecht geven. En dat hebben bijna al die Mexicaanse gerechten ook. Dus komijn, zeker weten. En als laatste, de oregano. Die is natuurlijk eigenlijk Italiaans, maar goed. Dat accepteren we deze keer. Die wordt ook heel veel gebruikt in de Mexicaanse keuken. Dus die kun je natuurlijk vers en droog gebruiken. Maar deze blijft gewoon langer goed. Dus die zou ik ook bijhalen. Behalve kruiden en specerijen is er natuurlijk nog iets wat je echt nodig hebt voor Mexicaanse gerechten. En dat zijn de bonen. Ik heb hier kidneybonen. En kidneybonen hebben hun naam natuurlijk een beetje te danken aan het niervormige vormpje wat ze hebben. Ze zijn rood van kleur en heel voedzaam. En ik vind zelf dat het lekker om de bonen te combineren. Dus ik koop zelf altijd zwarte bonen ook. En zwarte bonen die hebben een wat zoetere smaak. Die doen een beetje denken aan champignons. Zijn natuurlijk zwart ook van kleur. Ja, en als laatste wat ook altijd prettig is om te hebben, dat zijn natuurlijk de maïskorrels. En maïskorrels, ja, die zijn lekker en zoet. Maar geven ook meteen echt een soort kleuroplichting aan je gerecht. Dus, en zijn echt heel lang houdbaar. Dus die moet je er altijd bij nemen. En wat ik nu niet ga halen, maar zelf nog in huis heb, is cacaopoeder. Dan zal je misschien denken, wat cacaopoeder in warme gerechten? Maar die chocoladesmaak, die voegen ze dus heel vaak toe aan Mexicaanse gerechten. Dat is echt heel erg lekker. En welke vrouw houdt er nou niet van chocola in de eten? Ik was net iets meer dan een tientje kwijt. En dan heb ik allemaal basisingrediënten in huis waar ik gewoon heel erg lekker Mexicaans mee kan koken. Kom, we gaan de keuken weer in. Kijk nog even bij de eitjes hoe het gaat. Die hebben mij echt nog wel even nodig. Je ziet het ook, het begint langzaam te stollen. Maar we zijn er echt nog niet. Dus ik ga er nog eventjes iets bij maken. En dat is in dit geval Turks brood. En dat Turks brood, dat ga ik lekker op smaak brengen door het eventjes te grillen. Dat doe ik in een grillpan. Ik pak die er even bij. En zet het vuur er alvast even onder, want het gaat altijd wel makkelijker als de pan goed heet is. En nou is het natuurlijk zo met grillpannen dat je nooit olie in de pan moet gooien, want dan zakt dat tussen de groeven, dus dan raakt het eigenlijk het ingrediënt wat je wil grillen niet. Maar wat je wel kunt doen, en dat ga ik nu ook even doen, is de pan met een klein beetje olie insmeren. Dat kun je heel makkelijk doen, gewoon een beetje olijfolie op een keukenpapiertje. En dan smeer je hem goed in. En dan weet je sowieso zeker dat het niet allemaal gaat verbranden. Die pan die wordt ondertussen lekker warm. En dan pak ik de Turkse broodjes erbij. En dit kun je natuurlijk met alle soorten brood doen. Hè. Dat hoeft niet per se Turks brood te zijn. Dat kan ook gewoon stokbrood zijn of een boterham die je nog over hebt. Wat je ook in huis hebt, werkt. Maar Turks brood vond ik zelf wel lekker bij het gerecht. En wat ik doe is hem opensnijden. Dit zijn natuurlijk wel afbakbroodjes. Maar als je ze grilt in de pan, kun je ze dus ook gewoon zo eten. Ze zijn natuurlijk wel al voorgebakken. En wat ik wil doen is een soort simpele bruschetta maken. Dat is zo'n lekker knapperig broodje. Wat je dan later weer in de pan met refried beans kunt dopen.
En dat is natuurlijk precies wat we uiteindelijk willen. Ik ga ook nog weer een klein beetje olijfolie op het brood doen. En als je een fles hebt waar een groot gat in zit, doe dan even je duim erop. Zodat je rustig een klein beetje olie kunt druppelen. Niet te veel, gewoon rustig. En als de pan dan goed heet is, de grillpan, bij mij is dat wel zo, dan gaan de broodjes op hun kop in de grillpan. Nou, bij mij passen ze er helaas niet allemaal tegelijk in, dus ik doe er nu even twee. En die andere doe ik dan zo meteen. En dan ga ik de broodjes ook nog insmeren met een klein teentje knoflook. Gewoon rauw, dus die leg ik vast klaar. En wat het leuke is, als je zo'n bruschetta maakt, je hoeft het teentje eigenlijk helemaal niet te schillen, hè, te pellen. Je doet gewoon doorsnijden. En dan kun je hem zo meteen over het gegrilde broodje heen raspen. En dan krijgt hij dus lekker knoflooksmaak. En door de warmte van het broodje gaat die knoflook ook echt wel goed. Komt hij los en dan heb je dus een lekkere bruschetta. Heerlijk. Check eventjes hoe het met de eieren gaat. Doe ik dat ook? Nou, nog heel even. Deze moeten ook niet verbranden. Dat gaat precies zoals ik wil. Wat ik zelf nog ga toevoegen zijn wat kruiden. En dat hoeft allemaal niet, want dit gerecht is zo al helemaal lekker. Maar ik vind het zelf altijd wel lekker om nog wat verse kruiden toe te voegen. Ziet er ook mooi uit. Maar als je niet in huis hebt, maak je geen zorgen. Je hoeft niet naar de winkel te rennen nu als een malle. Want gewoon zonder kruiden is hij ook al goed. Platte peterselie is om mee te koken. En krulpeterselie is om te garneren. Nog een beetje basilicum. Die snij ik heel rustig, een beetje fijn, niet te veel. Gewoon dat ze net even wat kleiner zijn. Hetzelfde geldt voor de peterselie. Dan denk ik dat mijn broodjes inmiddels klaar zijn. Dus die gaan uit de pan. Nou, precies op het goede moment. Die andere twee er weer in. Kijk, nu zijn ze lekker crunchy. En dat is nu zo lekker, echt waar. Deze tip. Beetje knoflook eroverheen. Gewoon rustig eroverheen wrijven. Dat geeft zoveel smaak aan je brood. Echt heerlijk. En deze snij ik ook nog eventjes leuk in wat strips. Kijk, ga ik dit doen. Dat is lekker makkelijk met doken. Beetje denken aan de soldaatjes van vroeger die in het gekookte eitje dipten. Dat gaan we precies zo doen. Nou, deze zijn denk ik ook wel goed. Nou, nog heel eventjes. Die hebben nog even nodig. En ik denk dat mijn eitjes klaar zijn. Dus ik hoop bij jou thuis ook. Haal de pan van het vuur. Nou, het lijkt nu misschien net alsof het ei niet gestold is. Maar dit is de saus. Dit is niet het ei. Dit is gewoon de olie en alle vocht uit de groenten die zijn losgekomen. Dus ze zijn echt gestold. Ik zie het. Druk er even op. Zeker. Vuur uit. Wat ik wel alvast even toevoeg zijn de verse kruiden. Dan maak ik de laatste twee broodjes af. Ook even insmeren met ons kleine knoflookteentje. En dan ga ik het gewoon zo op tafel zetten vandaag. Dus ik pak er even een leuke plank bij. En eventjes één theedoek. Ik maak een dansje. Leuk, hè? Kijk eens eventjes. De refried beans. Yay. Met de laatste broodjes. Ik ga dit weekend zeker dit nog een keer maken. Want zo lekker ruikt het bij mij in de keuken. Ik hoop ook bij jou. Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Dus post het op social media. Vergeet de hashtag niet, zodat ik je kan terugvinden.